doen we net dan. Het is, ja, het weer is lekker, dus... Hey Piet, hoe is het dit jaar om weer in Nederland te zijn? Het wordt steeds kouder, hè? Wij zijn hele warme temperaturen gewend. Dit wordt toch te koud voor ons, toch? Maar hou je het wel vol? Ja, we zijn extra warm gekleed vandaag. Is dit nou een van de hulp Sinterklaas? Ja, zeker. Die gaat alles natuurlijk hier even verzorgen. Past ook heel goed in de schoorsteen, of doet hij dat niet? Nou, dat doet hij ook zo nu dan. Nou, dat ziet er heftig uit, man, voor een Sinterklaas intocht. Maar is dit een Piet? Jij bent een Piet. Ja. Ben je dan een ruziepiet? Nee. Wat voor Piet ben je dan wel? Soldatenpiet. Ja. Wel? Nou, ik vind het heel mooi, man. Veel plezier vandaag. Ja. Isabel, ik zou als ik jou was maar achteraan gaan staan. Ja, hè? Dat is niet goed anders. Voor je het weet zit je in Spanje. Ja, dat moet je niet hebben. Dus een klein stukje in de zak medereizen, maar wel 14 dagen weer in de zon. Is dat ook lekker, toch? Ja, zeker. Dat wil ik wel. Weert. Heerlijk. Lekker genieten, hoor. Hey, hoe is het? Ja, heel goed. Lekker Sinterklaas vier. Ja, zeker. Moet wel voor de kinderen, hè? Moet je dan niet op de kanaalkade staan, want daar komt hij aan, hè? Ja, maar heel erg druk. Was je er vorig jaar ook? Vorig jaar niet, maar het jaar daarvoor wel. Ja, daarvoor wel. En nu komt speciaal voor Sinterklaas? Zeker, met mijn zoon. Al wat in zijn schoen gedaan? Ja, voor de afgelopen nacht, ja. Mag je niet weten dat u dat doet natuurlijk? Nee, zeker niet, hè. Zeker niet. Heb je je schoenen omhoog gezet? Ja. Wat heb je gekregen? Vanavond, hè? Ja. Nou, dus je hebt nog niks gekregen. Kom ik vanavond kijken. En jij bent veel te groot om hier te mogen staan. Nee, het is nooit... Je bent nooit te oud om Sinterklaas. Nooit. Je bent nooit te oud om cadeautjes te krijgen. Dat ook. En het te vieren natuurlijk. Ik krijg een klap van de cameraman, dus ik heb gelijk. Maar ik ga vanavond gewoon mijn schoentje zetten, hoor. Groot gelijk, ik zou er twee zetten als ik jou. Ik zet er 3, 4, 5. Daar verwend je wel altijd. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben er helemaal weer. Maar dit is heel gezellig. Ja, het is geweldig. Ik vind het zo fijn. Zo leuk dat hij er is. Bedankt. En ik ben zo blij dat hij het oude boek heeft meegekomen. Ja, want anders had u wel weg geweest. Vincent, waarom sta jij hier nog? Jij zet je schoen toch niet meer? Oh, ik ga gewoon mijn schoentjes zetten hoor, zometeen. Wel? Ja, zeker. Samen met mijn dochtertje samen lekkere schoentjes zetten. Ik hou wel van een lekkere chocoladeletter hoor. Hartstikke goed. Ik weet nog niet wat ik krijg. Meneer Heggen, wat doet u nou op een kinderfeest? Nou, dat zal ik vertellen. Ik heb 6 kleinkinderen hier bij me. En mijn kinderen. En de aanhang. Dus het is gewoon volle bak. We zijn hier met 11, 12 man. Hij is er. Dus we zijn allemaal hartstikke blij. En de vraag is ook of het pakjesboek al gevonden is. Hè? Het boek? Waren ze toch kwijt? Ja, nou, ik weet niet hoe het opgelost is. Want gisteren ben ik hard aan het werk geweest. Ik heb het journaal nog niet bekeken. Ik hoop het wel. Maar ik heb wel gezien dat Sinterklaas heel veel kinderen herkende. Meneer Timo, eindelijk feest in de stad. Ja, zeker. Dat is een mooi feest, toch, voor de kinderen. Mooie aanloop, hè, naar de 22e, denk ik. Nou, dat heeft dit helemaal niks mee te maken, maar dit is gewoon hartstikke leuk voor de kinderen. Dit is een mooi kinderfeestje. Leuk dat u dat zo gescheiden had. Dank u, vriendelijk. Ja, zelfde. Fijne dag. Peter. Hoe is je, vriend? Ben je blij? Ik ben hartstikke blij. Hartstikke weer. Als je maar mensen kan vermaken, hè. Oh, dat is het mooiste wat er is, toch? Kijk nou, al die vrolijke kopjes. Hey, hoe is het sfeertje? Nou, ik ben ongelooflijk blij met de sfeer. Het is lekker druk, enorm druk. We hebben geluk gehad met het weer. Het begint nu een beetje te druppen, maar de hele tijd hebben we denk ik wel prima weer gehad. De optocht is vol, veel pieten. Sinterklaas met een grote glimlach, dus ja, ik ben blij. En feest vieren met de kinderen, vindt u dat goed, Sinterklaas? Sinterklaas, vindt u dat goed? Natuurlijk vind ik dat goed. Burgemeester, goedemiddag. Wat vindt u van
deze gezellige middag weer. Goedemiddag, nou ontzettend leuk. Hè? Het is zo gezellig. Er was een hele goede sfeer. En iedereen blij, veel kinderen op de been. Dus we hebben echt, we boffen met het weer. Echt een leuke middag. Het is voor u de tweede keer. Vorig jaar was het eerste keer. Wat zit er verschil in? Nou, er zit in ieder geval verschil dat we nu lopen. Hè, vorig jaar in de bus zaten. En dat lopen is ook wel heel erg leuk met het paard. En wat het grootste verschil was, was dat er nou 4 hulpburgemeestertjes mee hadden. Wat was dat ook fijn, zeg. Meneer Kokker, Sinterklaas bestaat toch niet? Jazeker bestaat Sinterklaas. Ik ben hier niet voor niets met mijn kleinkinderen. Het is genieten om te kijken hoe de Sinterklaas nog steeds al die cadeautjes maar weer geeft. En hebben ze mij wat wijs gemaakt. Ik geloof het onmiddellijk. Hoe is het verder met u? Uitstekend. Heb je wel meegezongen? Ja, een beetje. Een beetje? Ja. Maar dan krijg je geen snoepjes, dat weet je. Nee, dat weet ik. Ik spreek net iemand die zegt, ik vind het zo leuk dat ze op het middenplein nu veel meer aandacht aan de kinderen hebben besteed. Ook, ja, zeker. Ja. Nee, ook. Maar langs de route vonden we ook leuk, want dan konden we Sinterklaas echt zien.